we had, of course, our own circuit of artists we used as a bit of a, you know, like a source to select artists. We started inviting international artists. Dat is een vereniging, dat is hartstikke leuk, democratisch, iedereen mag stemmen, kan meedoen. Het is echt ook een groot voordeel, of een groot nadeel vind ik. Het is daar ook een hele lompe, saaie organisatie, veel oude boeren overleggen. Lokale energie. Wat betekent dat nou? We zijn geboren in Blijdorp, een wijk in Rotterdam Noord. De wijk dat zich daaromheen alweer de grotere fans, de meer fans begeven. En ik hoop dat ik dat nog nooit geweest heb. Maar wat betekent dat nou? Waarom is er die broederband en waarom is er niet hij daar binnen? De symbolische vorm van de broederschap is die van een middeleeuws steenhouwerschil. Waarbinnen je bent. Metafoor wordt ingezet om abstracte begrippen over te brengen. Hoe groter de tekens en visuele verwijzingen, hoe raker de metafoor. Zijn atomen die bereidwillig zijn elektronen uit te wisselen, gemakkelijk overgehaald te coöpereren, om samen over te gaan tot het vormen van banken bestaande uit iets meer dan 110 lokale banken. Dat zijn allemaal coöperaties, zelfs. Zaken die we hebben aangepakt deze samen 3 jaar als tuin zo op deze manier. Eén keer in de maand komen alle bewoners naar buiten om in hun tuintje, terwijl allemaal een stuk geadopteerd